vanaf mijn hobbelpaard, zeg ik. Hallo allemaal, en een hele, hele fijne hallo allemaal. Ik heb al hier 125 microgram van de zuiverste LSD die er op de markt te krijgen is. De vrouw en kinderen gaan zo van huis. Ik heb opgeruimd en ik heb natuurlijk ook andere voorbereidingen getroffen, zoals... Een lekkere playlist voor op de speaker. Wat heerlijk onschuldig, simpel vermaak, gehuld in een nostalgisch sausje. HP. Laptop staat klaar voor de vraag is en het eventuele betere kwelwerk. Relaxte kleding aan. Nee, kijk maar even, jongens. Kom even kijken. In het koelkastje heb ik vers biologisch fruit. Ik heb heerlijke framboezels. Ik heb aarsbeien. Zie je de aarsbeien? Hier, aarsbeien. Een lekker passievruchtje. Daarnaast heb ik heerlijk bier. Heerlijke 0.0'tjes. Tering. Tyfus lekkere chocola. Dat is echt top chocola. een top wijn, een top champagne, koud water. Ik wil niemand aanbevelen om als je diephelend werk gaat doen... alcohol te nuttigen tijdens het gebruik van deze medicijnen. Maar goed, ik ben een veteraan en voor mijn intentie voor vandaag is genieten. Dus mocht het werk er bijna op zitten, dan wil ik nog wel eens een heerlijk glaasje champagne of wijn ook betrekken. Maar goed, dat zien we dan wel weer. En ik zeg altijd maar zo, als het met kan, waarom zou ik het dan zonder doen? Maar goed, aan de andere kant, als het zonder kan, waarom zou je het dan met doen? Dus dat slaat ook nergens op. Ook niet onbelangrijk, ik heb het eten voor vanavond alvast voorbereid, voorgesneden. Dan hoef ik het alleen nog maar in de pan te flikken. Dat moet nog wel lukken. We eten nasi. Nasi Duitsland, motherfuckers. En natuurlijk... Sjaki. Niks staat mij nog in de weg om er een geweldige reis van te maken. Welkom bij Vraag Vakantie Vincent. De psychedelic edition. Hallo. Kijk, lieve mensen. Dit is toch maar weer eens het levende bewijs wat LSD eigenlijk met je doet. Kijk nou toch eens. Het is verschrikkelijk. Het maakt dus dat je gaat nadenken over jezelf en de wereld. En ja, dat je allerlei gezonde dingen in je lichaam wil stoppen. En ja, dat moeten we toch echt niet willen met z'n allen, denk ik zo. En iets wat het dus ook doet, is dat het sommige dingen dus echt gewoon nog lekkerder maakt. Ja, zo kut. Dan moet ik allemaal vragen gaan beantwoorden. Nou, dan gaan we dan maar, want... Ja. Sorry man. Van wie anders dan Nora? Oh nee, moet ik weer. Ah. Vincent saluten lector. Hallo en hallo, maar natuurlijk ook hallo. Zeker niet te vergeten een hallo. Ik ga bij deze even een aantal veren in uw reet steken. Nee, even serieus. Ik wil echt even laten weten dat ik u tot nu toe ontzettend dankbaar ben. En veel van u heb geleerd. En dat ik flink ben geëvolueerd. Nou, dat is fijn om te horen. Is het tenminste iemand die, die eraan mee wil doen? Hier ben ik u echt heel erg dankbaar voor. Ja, nou weten we het wel. Dankbaar dat u in mijn trip bent beland en dat ik nu verder vibreer met een hele nieuwe gedachtegang en nieuwe interesses. Als ik 's morgens wakker word, denk ik vaker dat het weer een nieuwe dag is in deze trip. Waar ik iets moois van kan maken en de mensen kan laten lachen en dat ik dan denk... Huh? Dan dat ik... Oh, sorry. Ja,
dan dat ik denk dat het weer een kankerdag wordt. Ik ben meer biologisch gaan eten en minder kutzooi achter me gaan laten. De mening van anderen boeien me geen tering, waardoor ik me ontzettend verlicht voel. Dit oprecht allemaal dankzij u. Een V6 doet wonderen. Ik pak even een chocolaatje erbij. En dat kan ik echt bewonderen. Zo ook bijvoorbeeld onze kleine gesprekjes die me keer op keer weer goed doen. Ze doen mij ook goed, Nora. Zo. Nu heb ik weer genoeg veer in uw reet gestoken. Het blijft geen feest. Of weet ik veel. Moeten wij weten. Ik ga thee zetten. Wil Sjaakie suiker in zijn thee? Weet ik veel. Als laatste probeer ik de mensen om me heen een beetje wakker te schudden. Maar dat helpt volgens mij geen ene tering. Want ze moeten toch echt zelf wakker worden. En dat kan ik niet voor ze doen. Toch probeer ik ze aan het lachen te maken. En ze hier en daar wat mee te geven. Hopelijk doet het wat met ze. Moeten zij weten. Nu dit gehad te hebben. Wil ik u vragen hoe u uit uw boze fase bent gekomen. U vertelde namelijk dat u heel erg lang boos bent geweest op alles en iedereen. En ik merk ook dat ik dat heb. Moet ik weten. Ik zou graag willen weten hoe u daar bent uitgekomen. Godgloeiende fuckpleuris van een lange mail. Sorry man, maar dat is ook maar een ervaring. Knuffels en hallootjes van Neuda. Ja. Hoe ik aan mijn boze fase ben gekomen. De planten, man. Ja. De medicijnen. Hallo. Zo, nou daar zijn we snel heen gefietst. Wow. Van Frank Visser. Beste meneer Vakantie Vincent, sinds u zo filosofisch bent, dacht ik ook dat u vele talen van de filosofie zou kunnen leren. Hierbij ook een link naar wat Latijnwoordjes bijgevoegd waar u mee zou kunnen beginnen. PS, mijn filosofische vraag is, wat vindt u van deuren en wielen? Oh, wat vindt u van het deuren en wielen dilemma? En voor welke partij bent u? Nou, ik ben voor geen partij. Ik heb niemand nodig die mij vertegenwoordigt, denk ik zo. Hè? Huh? Maar het weer en deuren en wielen dilemma, ja, ik ben er niet van op de hoogte, maar ik vind het een prima dilemma. En ja, worstel er lekker mee tot in het oneindige, zou ik zeggen. Geen dank. Van Olivier van Nielen. Ik ben Jan-Peter Simon Balkenende. Nou, dat klopt volgens mij niet helemaal. Olivier. Ik ben geboren in Joegoslavië en werd opgevoed door de wolven. Tot ik in 2010 ben gevonden door de inheemse Booga Booga reddingsdienst. Ze hebben mij een beter leven gegeven en ervoor gezorgd dat ik YouTube mag kijken. Sindsdien kijk ik alleen maar naar jouw account. Nou, dat zijn goede beslissingen, denk ik zo. Stuur me alsjeblieft het schilderij om de inheemse Booga Booga kinderen blij te maken. Ja. Ben je nu een beetje laat, mijn grote vriend? Van Nastali Reijers. Oh, sorry. Nastali. Het is Natali. Jezus. Allereerst wil ik even zeggen dat je een geweldige fan bent. En mij en mijn beste vriend elke dag laat lachen. Moet jij lekker weten. Bedankt daarvoor. Maar de vraag over psychedelische drugs, nou daar komt ie hoor. Ik heb nog nooit LSD gebruikt, ik ben er nieuwsgierig naar en ik zou het graag een keer willen doen. Nou, dat moet je echt niet doen, nee. Het is echt verschrikkelijk. En ook 2CB trouwens. Maar wat nou als ik bed ga en dan? Ik ga even proberen serieus te beantwoorden allemaal natuurlijk. Als je bed gaat, ja, dat zijn eigenlijk de mooiste ervaringen. Want daar leer je het meest van. 2CB heb ik geen ervaring mee. Ik beperk me altijd tot de klassieke. En waarvan ik weet dat het gewoon prima is. Dat is niet waar. Ik heb 2CB wel een keer gedaan, maar het voelde voor mij niet helemaal goed.
Lekker man. Twee cb's mij te zielloos. Dan zeggen mensen van ja, maar LSD dan, dat is ook synthetisch, ook uit een lab. Maar dat is niet helemaal waar. Dat is afgeleid van een schimmel. De ergo-schimmel. En daar is de ziel weer. Maar goed. Ja, probeer het een keer, maar altijd onder begeleiding. En kijk uit. En set een setting, doe je onderzoek. Bla 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 bla. Het hele verhaal. Je kent het wel. Geachte Mr. Vincent. Heb jij tips voor een eerste keer DMT? En zou je jouw eerste DMT-ervaring met ons willen delen? Alright. Eerste keer DMT. Ik ben niet zo van DMT roken. Althans niet de DMT aan zich. Ja. Tips voor een eerste keer DMT. Zorg dat er iemand bij is, man. En zet een setting. Zorg dat je relaxed bent, goed in je vel zit. Relaxte omgeving. Zorg dat je voor na de hand genoeg vers fruit hebt. Alle lekkere dingen. Goede vrienden om je heen. Maar de eerste keer DMT. Ik zou gewoon ayahuasca doen, man. Een vriend van mij die zei ooit. Want toen had hij me net een gram DMT overhandig. Heel lang geleden. En die zei. Ik had er jarenlang naar gezocht. Jezus. Ik was er jarenlang naar op zoek geweest. Hè? Na mijn eerste ervaring met DMT. Want dat was echt een eye-opener. En op het moment dat hij het aan me overhandigde. Zei hij: ja, maar moet je eigenlijk niet gewoon ayahuasca doen? En toen had ik zoiets van, ja, maar ayahuasca, dat is toch voor een stel homo's in een kerk die elkaar liggen onder de kots en schijt. En dat is niks voor mij, ik ben hardcore, weet je wel, ik ga het gewoon roken. Maar goed, ik had gehoord dat ik een kind zou krijgen. Niet kort daarvoor. En ja, voor mij is dat toch wel de grootste verantwoordelijkheid die je als mens kan dragen. En ik heb zelf nooit echt een vaderfiguur gehad in mijn leven. Dus ja, hoe de fuck ga ik dat dan doen, weet je wel. Heel veel over ayahuasca gelezen. En dat het je kan helpen met bepaalde vraagstukken en allerlei dingen in je leven. En toen ben ik, toen ben ik ayahuasca gaan doen. En sindsdien heb ik het DMT-verhaal roken en zo een beetje links laten liggen. Want dat is totaal niet meer interessant voor mij. En mijn eerste keer DMT ervaren, ja... Weet je, mind blowing. Beschrijf het onbeschrijfelijke, weet je wel. Hyperspace, hyperdimensions. Wat moet ik omschrijven, weet je. Maar goed. Hey Vincent, ik heb een vraagje. Als jij een koekje was, welk koekje zou je dan zijn? Goh. Dat is wel een hele goede vraag. In ieder geval iets met chocola. Wat voor koekje zou ik? Ik zou wel een heel lekker koekje zijn, denk ik. Of een koekje van eigen deeg. Heb je daar wel eens over nagedacht? Weet je? Dat weet ik veel. Koekje van eigen deeg. Daan Schokker. Hey, hallo Vincent. Hoe kan ik mezelf verhelpen van het probleem dat het lijkt alsof ik in mijn broek poep? Als ik de vragen van het universum afvraag tijdens een hevige trip. Goeiedag. Ja. Ik zou gewoon lekker in je broek schijten als dat je er vanaf helpt of zo. Ja. Dylan. Van Robert. Hallo Vincent. Wat zijn voor jou de meest waardevolle inzichten die jij hebt gekregen van psychedelica? Nou, hè. Ah.
Ja, de meest waardevolle inzichten. Dat alles liefde is, man. Dat alles één is. Dat er, dat er heel veel dingen tussen hemel en aarde zijn. Waar wij geen weet van hebben. Maar waar we in de buurt kunnen komen. Dankzij bepaalde planten. Het respect voor de aarde. Het respect voor elkaar. Respect naar dankbaarheid naar het leven. Respect naar het leven. Liefde naar jezelf. Liefde naar anderen. Ja, is wat kut allemaal. Ja, je moet het echt niet doen, al die dingen. Dat is echt... Je gaat nadenken over het leven. Over dit leven. Ja, dus ik zou zeggen, doe het niet. Het meest waardevolle inzicht, ja. Alles is liefde, man. En wij zijn liefde. Ik heb het al zo vaak gezegd. Het moment dat jouw moeder en jouw vader bij elkaar kwamen. Het moment waarop jij werd gecreëerd. Die kracht. Dat is wat we zijn. Hoe mooi is dat? En dat dit hele leven, ja... slechts een droom is, een illusie, een trip. En hoe cool is deze trip? Ja, fucking bizar, man. Wat is het leven? Wat is de dood? Is er verschil? Te veel om op te noemen, grote vriend. Hey Nora, daar ben je weer. Aan de erepiraat van zijnig heilig... Aan de ereprelaat? Aan de ereprelaat van zijne heiligheid, de hoogwaardige heer Monsieur en eerste klas hallogever anno 2022. Dit keer gericht op de psychedelica en de wekelijkse dosis kankeronzin van mijn kant, ben ik er weer. Neura. Ja, twee mailtjes. Moet je maar niet zo lang wegblijven hoor, het duurt me allemaal te lang. Dit gaat ook weer voorbij, want het is maar een ervaring. Ja, alles gaat voorbij. Dat is het mooie eraan. Daarom zou ik zeggen, leef nu. En maak je niet druk. Want ook gedachtes, ja, dat ben jij niet. Wat jij bent is bewustzijn, oneindig bewustzijn. Dus je kan jezelf gaan ophangen aan gedachtes en weet ik van wat allemaal. En emoties. En, ja. Maar dat is niet wat je bent, man. Dus ja, maar maak je druk om. Maar goed, ik moet heel af en toe, ik snap dat het allemaal wat lang duurt, maar het is voor mij ook even wennen. Hè? Ik zit liever nu in de tuin of zo, buiten lekker in de natuur. Maar goed, beloofd is beloofd. Door mijn reis zijn er weer wat vraagstukken door mijn kopje gegaan, waar u als hobbykomma vast wel antwoord op kunt geven. Wat is uw mening over de opening van het derde oog? Moet ik daar een mening over hebben dan? De opening van het... Wat lul je nou? En hoe weet je wanneer het geopend is? Nou ja, in principe stond hij altijd open, maar heel veel stoffen... Ja, je moet je onderzoek maar doen. Fluoride vooral. Alcohol. Er zijn bepaalde dingen waardoor het behoorlijk kan verkalken, je derde oog. Zoek het maar op. Hoe je weet dat het weer geopend is? Nou ja, als je weer je intuïtie. Je staat open voor veel meer dingen. Het ademen van het leven. De taal van de planten, de taal van de wind, de taal van de zee. Het gevoel, hè, wat je bij sommige mensen hebt, of niet hebt, het staat veel meer open. Hoezeer jij jouw realiteit bepaalt met alles wat je doet.
Hoe scheppend jouw gedachten zijn. Hè? Jij creëert jouw dag middels jouw voorstellingsvermogen. Hoe opener jij staat, hoe meer jij je realiteit vorm kan geven. Leven vanuit liefde. Leven vanuit je hart. Hè? Als je in angst zit, dan is als je daar de ogen ook wel open maakt. Ja, dan beknel je jezelf heel erg mee. Maar goed. Ik weet dat meningen niet zoveel nut hebben. Maar toch, je opinie erover is wel interessant. Vind ik, moet ik weten. Ja, hallo. Heb je nog tips voor mensen die net begonnen zijn met meditatie? Ja. Ik doe het niet aan mediteren. Ik bedoel, ik leef die shit al. Maar vooral zo doorgaan of zo, denk ik. Het is wel, ja, het zal ergens wel nut hebben voor sommige mensen. Maar het is wel mooi om je gedachten te gaan observeren of zo. Om je bewust te worden van wat je werkelijk bent. En hoe jouw gedachtenstroom, jouw ego, normaliter een grip heeft op wat jou... Ik kom er lekker uit, hè, vandaag. Het maakt je bewust van je ego. Laten we daar maar op houden. Verder vroeg ik me af wanneer je nou precies vanuit het absolute handelt. En wanneer vanuit het ego. Vanuit het absolute, dat is eigenlijk meer je instinct. Het eerste wat je voelt, dan handel je vanuit het absolute. En het moment dat je erover gaat nadenken, ja, dan komt het ego erbij. Als je vanuit je ego handelt, krijg je met karma te maken. Ja. Maar toch vraag ik me af hoe je ervan kan bewust zijn vanuit welk opzicht je handelt. Als je onbaatzuchtig geeft, handel je vanuit het absolute. Maar echt onbaatzuchtig, hè? Dat is zonder na te denken geven. Niet te geven met het oog op iets. Met het verwachting op iets. Het geven om het geven. Ja, compassie, onbaatzuchtig geven. Als naar je kinderen... aan het leven. En als je dat doet aan alles en iedereen, dan handel je vanuit het absolute. Dus dat je ook geen onderscheid maakt tussen je kinderen of iemand anders of jezelf. Uiteindelijk is alles jezelf. Of er is geen verschil tussen jou en mij. Jou en de bomen, jou en de planten, jou en de zon, de maan en de sterren. Er is geen verschil. Dus alles wat jij doet, doe je naar jezelf. Jezus. Nou, genoeg gelul. Tijd voor de echte vraag van de week. Heb je nog een leuke foto van vroeger? En of dat je nog haar had? Ik ben echt benieuwd hoe je eruit zag. Moet ik weten. Een fijne hallo en de groetjes van de grootste kwakkervakker. Peace out. Nou, zal ik eens even kijken of ik die heb? Zo, daar ben ik weer. Oh ja. Nog meer dingen die deze stoffen met je doet, is dat je goed voor jezelf wil gaan zorgen en voor anderen wil gaan zorgen. En dat je respect krijgt naar het leven wat je hebt gekregen en dat soort shit, weet je wel. Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is echt niet normaal. En dat je gaat leren zien hoe mooi het leven is. Ja, maar goed. Heb je nog een leuke foto van vroeger? Nou, ik heb er meerdere gevonden. Ik ben even naar boven gerend. Die bewaar ik als laatst. Nou, kijk, hier zit ik dan in een limousine. Zie je dat ik er geen tering van begrijp? Zit ik in mijn Australië? Ik snap er geen tering van. Hier was ik heel jong. Zie je dat? Dat moet ik weten.
Hier ben ik op Curaçao met een aapje op mijn schouder. Ja. Had ik net een nachtje doorgehaald. Toen stond mijn moeder in één keer naast me met een aap op de schouder. Ik denk, wat de fuck gebeurt mij nou in één keer? Niet geslapen. Stijf van de kook stond ik. Nou, dan sta je dan met een aap op je schouder. Daar ben ik lekker mee. Hè? Huh? Nou goed, hier stond ik... Boos zuipend tegen een paal. Het was boos, toen ik het wel naar mijn zin had. Toen soop ik vooral veel. Ja, om toch een beetje te ontsnappen aan deze gekke wereld. Want, ik vond het allemaal maar raar. Die rare wereld waarin ik werd gedropt. Maar goed, de klapper. Dit is de klapper. Kijk dan. Daar zit hij hoor. Is een Rage Against the Machine shirt. Dit geen tering van begrijpend. Hè? Ah. Nou, ja, het is allemaal onderdeel van het proces natuurlijk. Ventje. Dus dat. De foto's. Nou, een hele fijne hallo en de groetjes van de grootste kwakker van. Oh, ik heb straks nog een leuke verrassing voor jullie. Moet ik weer naar boven? Daar heb ik toch geen zin in. Ik neem nog maar een chocolaatje uit. Fucking lekker. Maar goed. Motherfuckers. Oh, wat lekker. Maar goed, de verrassing komt dus straks. Van Jaap Fruitmand. Een beste, hallo allemaal meneer Vincent. Waarom heeft u geen haren meer op uw hoofd? Ja, omdat ik het afscheer. Heftig antwoord, hè? Ik wil vanavond keihard door jouw grote geile pik... Oh. Felle donder die je bent. Die ging even verkeerd. Q&A trip. Als alle Frank nog in leven was. Van Cas Huisman. Hoi Cas Huisman. Dit is jouw vraag. Als Anne Frank nog in leven was, zou je haar dan willen neuken? Zonder vlektypes dan, hè? Groetjes, Cas Huisman. Ja, ik weet niet. Afgaande op al het gezeik in het boek van daar. Ik weet het niet, man. Ik ken haar niet. Het zou ook helemaal liggen aan de vibe die er tussen mij en Anne dan zou zijn of zo. Ik weet niet. Zou jij er willen neuken? Cas. Een rare vraag. Dat vraag je toch niet? Zeker nu op 7 mei. Dat kan toch niet? Cas, doe even normaal, man. Van Jerko. Als ik nou een patatje mayo bestel met curry. Oké. Van Jesse. Hoorden jullie ook wat? Ik heb zo'n trek in allerlei lekkere dingen. Jesse, beste liefste leuke Vincent. Allereerst, je bent een topper. Bedankt. Het doet ons grote zorgen hoe de huidige partijkartel is samengesteld. Niet alleen die corona-onzin, maar ook het poppenspel van de Tweede Kamer. Met hun neppe politieke propaganda doet bij ons alarmbellen rinkelen. Nou, heel goed dat het bij jullie alarmbellen doet rinkelen. Het werd dus tijd dat er wat alarmbellen werden gerinkeld. Wat dat dan gaat. Maar goed, er is behoorlijk wat gaande in de samenleving. Hè? En dat is goed. Want als dat niet gebeurt, dan... Zou het zomaar eens kunnen zijn dat we behoorlijk fucked zijn met z'n allen. Als we dit door laten gaan. Maar dat gaan we niet. Maar het duurt even. Hè?
Tot de mensheid zichzelf gaat bevrijden. En tot de mensheid zichzelf gaat ervaren als wat ze eigenlijk is. We staan aan het einde van een best wel een groot era. We zijn eigenlijk wel tot het laagste van de laagste aan het zinken wat we als mensheid of wat we als goddelijke wezens eigenlijk kunnen zijn. Dus, maar daarna komt de grote ontwaking tot wat we eigenlijk zijn. En dan gaan we een fucking mooie wereld creëren met z'n allen. Maar we moeten eerst nog even door een behoorlijk stuk bagger heen, die we zelf hebben gecreëerd. Maar goed. Wij zullen daarom onze stemmen staken tot hier verandering in komt. Nou, ik denk niet dat je je stemmen moet gaan staken, grote vriend. Ik denk dat je je stem juist... hoe zeg je dat? Dat je juist moet gaan spreken. Huh? Dat je het er niet mee eens bent. Juist erover moet gaan praten van waar de fuck moeten we heen met deze wereld? Waar willen we heen met deze wereld? Want ja, ook jij gaat kinderen krijgen. En laten we het zo zeggen. Afgaande op wat ik heb gezien in mijn leven. En met wat ze van plan zijn met deze wereld. Denk ik niet dat wij dat moeten willen met z'n allen. Er kan een veel mooier wereld gecreëerd worden. Dan een wereld van... QR-codes en luister naar de baas en doe maar een mondkapje op. En wij vertellen wel wanneer jij het huis in mag en niet. Maar goed. Het komt helemaal goed. Want daar zijn we tot voor bestemd. Het licht gaat overwinnen. Daar is het licht, de liefde gaat overwinnen, want dat is wat we zijn. Uiteindelijk gaat het goddelijke licht overal doorbreken. En er is niks of niemand wat dat kan tegenhouden. Ja, cool toch? We zitten in een soort van fucking eindtijd met z'n allen. En we mogen het allemaal meemaken. Geweldig. Althans, ik hoop dat ik de dag mag zien. Ach, ik maak het al mee. Lekker belangrijk. En ook al ben ik er niet, dan ben ik er toch. Maar ja, fucking mooi toch. Aangezien jij met je intellectuele gedachten, nou op het moment gaan ze van, zijn ze even niet zo intellectueel? Ze zijn wel intellectueel, maar ze zijn wat moeilijker onder woorden te brengen. Want ik ben best wel hard aan het trippen. Op het moment, althans. Aangezien jij met je intellectuele gedachten en boodschappen ons doet inspireren, denken wij... Zou de politiek niks voor jou zijn? Nou, ik denk het toch grote. Denk het toch lekker niet. Niet in de politieke zin zoals die nu politiek is. Met de schijndemocratie en. Weet ik veel wat allemaal. Maar ook dat systeem. Weet je, het hele systeem staat op klappen. Dus. Wie weet? De Moet Jij Weten Productiespartij. Nou, zullen we het dan gewoon Moet Jij Weten Producties noemen? Een partij vol verlichtende en innoverende ideeën. Een partij die niet meer meegaat in het politieke poppenspel die wij onze maatschappij durven noemen. Een partij die tevens onze stem verdient. En wij hopen dat we hier jou mee kunnen aansporen tot het begin van een Moet Jij Weten Producties. Een partij die rechtvaardig is en wel realistisch nadenkt. Bedankt Vincent, je bent een topper. Jullie zijn ook toppers. Rens en Jesse. Jens en Resse. Met onwijs grote vriendelijke groeten en hartelijke dank. Rens en Jesse, nou, jullie ook bedankt. Maar wat is je vraag nou eigenlijk? Nou, we zien het al. Oh, wat een leuke vraag. Hey Vincent, waarom stink je toch zo naar ham? Groetjes, Sjaak. Hartstikke leuke dingen. Allemaal. Van alleen maar voor dingen @gmail.com. Hoe noem je een kipcorn zonder korst? Dat is wel een hele goede vraag. Ik denk dat we... Oh, en de mail is trouwens virusvrij. Nou, dat is prima. Ik werd al een beetje verkouden en zo. Ik denk, jezus, er zal geen virus in die mail zitten. Maar goed. Ik denk dat dit een vraag is waar we met z'n allen
ons eens even over moeten gaan buigen. Hoe noem je een kipcorn zonder korst? Ja, je zou denken kipfilet op een broodje. Of zelfs misschien wel gewoon kip. Hè? Of een kipcorn zonder korst. Of een korstloze kipcorn. Dat kan ook. Maar het is zeker waard om over na te denken in je leven. Weet je? Ga zo door. Meneer Swamp. Dit is mijn kever Sjaak. Wat is jouw mening over Sjaak? En denk je dat kevers een stap voor zijn op de mens? Ik denk dat ze zich voorbereiden op een invasie. Nou ja. Oké. Okay. Ja, moet jij weten. Van Sander. Goeiedag Vincent. Ik wens je veel kutdagen op je vakantie. En nog een slecht leven. Oké. Okay. Dankjewel. Waarom is mijn pik zo klein? Oh, sorry. Nu komen de vragen. Waarom is mijn pik zo klein? Ja, dat ligt aan je genetica, man. Mag ik je pillen lenen? Ik weet niet over welke pillen je het hebt. Dit ga ik niet voorlezen. Oké. Okay. Om deze reden wil ik je een psychiater aanraden. Jij wil mij een psychiater aanraden. Ik denk dat je jezelf moet gaan afvragen waarom je dit soort vragen stelt, man. Maar goed. Geachte heer Vincent, allereerst wil ik beginnen met een hallo. Hallo. Naar aanleiding van uw briljante voorstel kwam ik met de volgende vraag, namelijk wat gebeurt er bij paddo's en kunnen ze gevaarlijk zijn? Of ik zoiets zelf heb gedaan? Dankjewel voor je antwoord. Ja, dat moet je zelf weten. Ja, wat gebeurt er bij paddo's? Wat gebeurt er bij het gebruik van deze stoffen? Laten we het sowieso daar maar even op betrekken. Jouw brein is een radioontvanger. Waarmee jij bepaalde frequenties op kan vangen. Wij gebruiken nu 15% of zo. Althans, in de normale staat van zijn gebruik je 15% van je brein. En wat deze stoffen doen, die zetten bepaalde delen van je hersenen aan en bepaalde delen van je hersenen uit. En daarbij leggen ze verbindingen aan tussen je linker en je rechter hersenhelft. Dus daardoor kan je, laat maar zeggen, gaan ervaren. Dit is ook lekker trouwens. Daardoor kan je, laat maar zeggen, muziek gaan proeven. Of muziek gaan zien. Of planten gaan voelen. Dat is wat deze stoffen doen. De mogelijkheden zijn oneindig, man. Ze doen je ontwaken tot andere realiteiten. En ze laten je nadenken over het leven. En dan moeten we toch echt niet willen met z'n allen dat we dat gaan doen. Heel veel mensen vroegen van, joh, Finn, wat zit er op je arm? Dat zijn kambo-puntjes. Kambo-puntjes. Kambo, of sapo, is een kikker uit de Amazone. Die vangen ze met respect. En dan halen ze met het gif vanaf. Met respect. En dan zetten ze ook weer met respect terug. Hè, naar de aarde. En wat ze bij dit medicijn dan doen. Ja, je kan het niet zien. Ah ja, ik kan het wel zien. Je moet eerst 2 liter water drinken. Water met... of gewoon water. Of water met iets. Tapioca of cassave, weet ik veel. En dan maken ze met een kambo-stick, zetten ze kleine brandgaatjes in je arm. Pts, 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 pts. Dan maken ze schoon en daar smeren ze dan het gif van die kikker op. En wat jouw ingewanden dan... Nou,
jouw lichaam gaat dan allerlei toxines loslaten. En dat geef je over. Dat mag je dan weer teruggeven aan de aarde. En dat is hartstikke goed voor je flikker. Een behoorlijke detox. Je wordt wel heel erg ziek eerst. Want op het moment dat je dat gif op je krijgt, dan ja, gaat je lichaam gaat allerlei teringzooi loslaten. Dus dan word je heel erg ziek. Maar daarna spuug je het allemaal weer uit. Daarna voel je hartstikke toppie. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Heel veel topatleten gebruiken tegenwoordig ook. Heel veel gezondheidsvoordelen. Lees er maar over. Cambo. Het is een reset voor je mind, je body. Ja, om je wat powerfuler in het leven te zetten. Lees er maar over. Cambo. Haha. Heb je de ziekte van Hedel? Haha, meer haar op je zak dan op je schedel. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Wat is het doel van je YouTube-account? Heb je verhalen over bad trips? Ja, bad trips. Ik heb nooit echt bad trips gehad. Ik ben niet zo... Maar... Ik heb wel 1 keer... toen had ik net nieuwe LSD binnen. Dat had ik gedeeld met een vriend van mij. En die ging toen die dag naar Parkpop. En ik was een dagje vrij. Dus ik lag thuis op de bank. Helemaal klaar om te gaan proberen. En nou, hij stuurde van mij een foto. Dat hij het eerste zegeltje op zijn tong. Nou, leuk dit en dat. Ik ook. Leuk dit en dat. Maar goed, het was net nieuwe LSD. En het duurde nogal lang. Dus na een uurtje hoorde ik mijn telefoon gaan van ping. En hij stuurde van, nou, ik voel nog niks, dit en dat. Ik zei, ja, ik voel ook nog niet. Hij zei, nou, weet je wat, ik kijk nog even een half uurtje aan. En als ik dan nog niks voel, dan knal ik een tweede erachteraan. Ik zei, nou, oké. Okay, maar het kan ook zijn, weet je, dat er dan... Normaal, ze zeiden dat er 100 microgram op zat. Dat er dan in 1 keer 50 op zit, weet ik veel wat allemaal. Maar goed. Maar goed, toen begon de tijd al een beetje... te vervagen. Tijd begon al een dingetje te worden. En op een gegeven moment hoorde ik weer pling. Hij zei, nou, ik voel nog steeds niks. Hij zegt, fuck it, ik knal er nog een achteraan. Dus toen dacht ik bij mezelf, ja, fuck it, weet je wat, ik knal er ook nog eentje in. Het zal wel slechte kwaliteit zijn of zo. Of ze hebben gelogen over wat erop zat. Maar goed. Nou, weer een kwartier later stuurt hij een berichtje van, ik voel nog steeds niks en dit en dat, bla bla bla. Ik denk, nou, het zal allemaal wel. Ik denk, weet je wat? Ik knal er gewoon nog een derde in. Weet je, het zal wel kut zo zijn. Maar goed, ondertussen waren er misschien 5 minuten voorbij, zo weet ik veel wat allemaal. En op een gegeven moment krijg ik een berichtje, terwijl ik dat ding in mijn bek heb. Pling, hij zegt, kut, ik begin hem na toch wel heel heftig te voelen hoor. En ik denk, oh, kut, maar op dat moment, ik dacht niet na, slik ik dat ding door. En ik dacht bij mezelf, misschien als ik hem doorslik, dat het allemaal mee gaat vallen. hij stuurt dus het bericht van, nou zo, ik begin nu wel behoorlijk heftig. En ik denk mezelf, oh kut, ik heb er 3 genomen en dit en dat. En ik zie zo, dat zegeltje zo, whoop. Naar beneden gaan. En op dat moment dat ik dacht van kut was het... Pff, toen spatte die aan elkaar. En toen spatte Vincent ze ook aan elkaar. Ja, jeetje. Toen heb ik mezelf... maar dat was heel erg in het begin. En toen dacht ik nog niet heel erg na. Toen heb ik mezelf wel een half dagje overeind proberen te houden. Met allerlei rare trucken. Maar goed, het enige wat je daar... op dat moment kan doen, is jezelf eraan overgeven en jezelf eraan helpen herinneren dat het alles gaat voorbij. Dus ook dat gaat voorbij. Maar dat was zeer onnadenkend en een beginnersfout. Laten we het zo zeggen, een beginnersfout. Maar ja, echt bad trips. Bad trips. Wat ik al zei, de beste trips zijn de bad trips. Want daar leer je het meeste over jezelf. Wat is het doel van je YouTube-account? Ja, lol maken, man.
puur lol maken. Een beetje breineuken hier en daar. Mensen voor de gek houden. Ah, waar zie ik mezelf over 5 jaar? Ergens op een boerderij. In Drenthe of Limburg. Met een zwembad. Een paar paardenstallen voor mijn vriendin. Een paardenfokkerijtje. Een moestuintje. Een saunaatje in mijn tuin. Een zwembad in mijn tuin. Een ceremonieruimte. Ja, daar zie ik mezelf over 5 jaar. Siep. Hey Siep. Hallo Finn. Mijn vraag is heel erg simpel. Zijn psychedelics schadelijk voor je hersenen? Nee. Ze zijn eigenlijk alleen maar beneficiair voor je hele flikker. Mits is op de juiste... Hè? Met het juiste respect. En, volgens bepaalde richtlijnen gebruikt. Set en setting. Doe je onderzoek naar dosering. Zorg dat er altijd iemand in de buurt is die je kan helpen. Je moet ermee leren werken. Dat is het verhaal. En... schadelijk voor hersenen, nee. Ze zijn allesbehalve schadelijk. Ze helpen je juist op weg, hè? Evolutionair gezien. Maar goed, je moet ermee leren omgaan. Net zoals je een auto moet leren besturen. Je moet ermee leren omgaan. Bouw het rustig op. Wat ik zeg, doe je onderzoek. Set een setting. Er is van alles over deze stof geschreven en gedaan. En er zijn eigenlijk geen enkele vorm van drugs die zoveel beschreven zijn als deze. Dus duik in de literatuur. Als je het met eerbied en respect gebruikt, dan kan het in principe geen kwaad. Hoewel ik natuurlijk niemand wil aanmoedigen tot het gebruik van deze stoffen of überhaupt de wet over te treden of zo. Nooit de wet overtreden, dat zou ik nooit doen. Jezus, wat een vraag allemaal. Van Marijn, ik loop al even rond met een lastige vraag. Het is onderhand wel een dilemma voor me geworden. Dus toen jij de video had geüpload met het verzoek voor de vraag, kwam het perfect uit. Dus gaat mijn dilemma als volgt. Naar mijn idee kunnen we de mensen van vroeger niet beoordelen op hoe ze omgingen met hun problemen vanuit ons perspectief. Ze kunnen dingen gedaan hebben die erg dom lijken met de kennis waar wij nu over beschikken, maar voor hun was dat een heel ander verhaal. Maar kan dit wel als het gaat over dingen als vrouwenrechten bijvoorbeeld? Kan je dan wel zeggen dat dit nergens op sloeg? Zo ja, waarom en maar nee, waarom? Met vriendelijke groet Marijn. Ja, volgens mij is het gewoon evolutie of zo, waar je het over hebt. En wat vroeger normaal werd gevonden, dat vinden we nu weer niet normaal. Maar over 100 jaar kijken we terug op deze tijd en denken bij onszelf van Jezus, dat je het zo ver hebt laten komen. Maar goed, dan zitten we al in een hele andere dimensie met z'n allen, joh. Dus dan zitten we ons hardcore uit te lachen over de tijd... Ach, ik mag geen oordeel hebben, maar we zijn behoorlijk gevangen. Sommige mensen zijn behoorlijk gevangen in een bubbel. Wat de wereld aangaat. Maar goed, dat kan je ze ook niet kwalijk nemen, want we worden ook behoorlijk gehersenspoeld door bepaalde informatiebronnen, laten we het zo maar zeggen. Dus je hebt het over evolutie, man. Ik ga even een HP'tje doen. HP jullie even doen. Hier heb ik HP. HP is een snuf uit de Amazone. Medicijn uit de Amazone. Of gewoon medicijn. Op basis van tabak. De basis is altijd tabak, maar daar doorheen zit gepulvereerde. Zit het as van andere planten, bomen. Of samengemengde planten en bomen. Er zijn duizenden verschillende soorten HP's. Het verschilt ook per stam. Dit is van de Yawanawa-stam. Dit is Forza Feminina. Forza Feminina. Dus vrouwelijke Forza.
Nou denk je bij jezelf van vrouwelijke voorzaan, dat zal wel meevallen. Nou, mooi niet. HP. Normaal, ik zal hem even erbij pakken. Geef je iemand een HP? Middels dit. Dit is een tepi. Normaal geef je iemand een HP. Hè? En daar blaas je dan ook jouw intenties mee. Onder andere, heel belangrijk. Altijd die eerste, je linkerneus gehad, dan je rechterneus gehad. HP, heel krachtig, heel mooi medicijn. Normaal geef je dus iemand een HP, maar je kan het ook bij jezelf doen. Middels een Kuripe. Dit is een Tepi. En dit is een Kuripe. Om het bij jezelf te doen. Altijd eerst even connecten met het medicijn. Hè? Uit respect en dankbaarheid. Naar het medicijn. Wat je in je systeem gaat stoppen. Oh, kunnen jullie dit volgen? HP. Wat doet HP? Tabak reinigt, beschermt. Het tabak zet je altijd heel erg hier op aarde. Boom. Het haalt je uit je gedachtes. Het is een intentieversterker. Dus normaal stuur je je gedachtes maal 1 het universum in. Wat HP doet is dat je maal 1000 het universum invuurt. En naast het helende, reinigende en derde oog openende en krachtige hier en nu openende veld van wat tabak met je doet, verschilt het per HP wat het nog meer met je doet. Dat verschilt per plant, welke planten erin zitten natuurlijk. Hallo. Het blijft tabak, dus ga er met respect mee om. Zorg dat het een medicijn blijft. Niet dat het een... Dus dat was een kort cursusje HP. Ja, maar jongens, Jezus... Ik stond er net even bij stil. Het is natuurlijk wel leuk, hè? Al die dit experiment. Want, maar het deed me beseffen dat ik misschien niet op al jullie vragen een niet echt passend antwoord kan voorzien in deze toestand waarin ik me nu verkeer. Hè? Om het goed onder woorden te kunnen brengen. Ik doe mijn best. Maar mochten er vervolgvragen zijn, dan hoor ik het graag van jullie. En dan zal ik die in een andere bewustzijnstoestand voor jullie gaan beantwoorden. Maar goed, het maakt het er niet minder leuk om. Op. Of om, weet ik veel. Op dit moment. We gaan vrolijk verder en ik heb de verrassing heb ik alvast bijgepakt. Maar we houden het nog even als verrassing. Van Jip. Beste Vince, waar kan ik nou goede LSD vinden? Geen idee, man. Ik
Geen idee. En heb je wel eens 1P-LSD gedaan? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan, want ik hou het liever gewoon bij de good old fashion Albert Hofman variant. Goedjes, Jip. Fijne trip. Ja, dankjewel, man. Het is tot op heden een fijne trip. Toch, Sjaak? Wat vind jij er nou allemaal van? Hè? Jezus, dan ben je geel. Ja. Van Mike. Een hele fijne hallo. Mijn vraag naar jou is, waarom laat 2CB de natuur ademen op bewegen? Nou, volgens mij heb ik dat net al een beetje beantwoord. Met de hersenactiviteit, de radioontvanger, het hele verhaal. Is de middel waardoor wij extra dingen kunnen zien wat we de natuur ons normaal niet laat zien? Of denk jij dat de tripervaring niks te maken heeft met de realiteit? En wat is jouw ziekste ervaring met 2CB? Ik heb geen zieke ervaring met 2CB, want ja, ik heb het niet met zo met 2CB. Ik zeg altijd maar zo. Zie je dingen die er niet zijn? Of zijn er dingen die je normaal niet ziet? Ja? Of die je met deze frequentie niet kan ervaren? Nou ja, het is een bewustzijnsverruimende ervaring. Dus dat zegt het allemaal, bewustzijnsverruimend. Normaal zit je bewustzijn in 15%. Door allerlei factoren die daar invloed op hebben. Ja? En nu kan je dat verruimen. Je kan het verruimen zover als je wil. En zeker heeft het te maken met de realiteit. Het is eigenlijk nog meer realiteit dan deze realiteit. Maar goed. Hallo vakantie Vincent. Hallo 2001mxx@gmail.com. Wat vind jij van het microdoseren van truffels of LSD? Heb je dit ooit geprobeerd en raad je het aan? Microdosing. Fantastisch. Wat is microdosing? Microdosing is dat je hele kleine beetjes neemt van truffels of LSD. Doe het natuurlijk wel met echte medicinale truffels. Want de truffels die jij in de winkel koopt, met alle respect, die zijn gekweekt met het oogmerk winst. En het hele medicinale aspect is daar een beetje zoek geraakt. Weet je. Het is heel leuk om een paar kleurtjes te zien en weet ik veel wat allemaal. Allemaal prima, maar als je echt dieper medicinaal werk wil doen, dan kan je ze beter, kan je of beter zelf paddo's kweken of uit de natuur halen. Maar pas op, want je hebt de paddenstoel die in Nederland groeit, die lijkt heel erg op een giftige paddenstoel. Dus dan moet je echt heel erg goed weten wat je doet. Als je het echt zeker wil weten, kweek ze zelf. En dan gaat ook alle liefde die je voor de plant hebt, gaat erin. Dus dan ga je veel meer eruit halen dan de truffeltjes uit de winkel. Maar ik dwaal af. Microdosing, raad je het aan? Ja. Zeker weten. Dan komen we weer bij de radio ontvangen, weet je. En het aanwakkeren van bepaalde hersenactiviteiten. Het opent vele nieuwe deuren. Of het kan vele nieuwe deuren openen. Maar hou het wel binnen de perk, weet je. Ga het niet elke dag doen of zo. Ja, dan haal je het effect ervan ook weer een beetje weg. Doe het met de tijd. Raad je het aan? Ja. Zeker weten raad ik het aan. Oh, van Razam. Karvastan. Geachte lieve geile Vincents. Is seks met een condoom wel echt seks? Oeh, ja, moeilijke vraag man. Dan moet je echt heel erg... het ligt eraan jouw perceptie van seks, sowieso. Maar, ja, jeetje. Voor mij neemt het toch wel een beetje de essentie weg, hè? Als je een ding om je flikker hebt. Maar, ja, met seks kunnen er een hoop dingen gecreëerd worden. Dus ja, doe het wel veilig, maar ja, is het wel echt seks, ja.
Ik doe het liever zonder. Huh? Ja. Dan kun je zomaar een paar kinderen krijgen. Of ziektes oplopen. Dus ja, waar doe je goed dan? Als je het echt veilig wil doen en je kan het delen met iemand waar je heel veel van houdt. En jullie zijn allebei schoon en ja, beter toch? Maar ja, kijk dan wel weer uit. Want ja, je wil ook niet de pil slikken, al die tering zou je in je flikker gooien. Dus ja, dan moet je een beetje gaan opletten met hoe en waar je het eruit gooit. Weet je wel. Moeilijk allemaal. Plus dat leven creëren het heiligste is wat je als mens kan doen. Dus, ja. Nou ja, lang verhaal. Van Tommy. Hallo Tommy. Ik en mijn collega's willen jou graag een keer ontmoeten. Is het mogelijk dit te organiseren? Met vriendelijke groet. Je raadt het al, Tommy. Ja. Ik heb natuurlijk 2 jaar geleden voor al die bullshit, voor de bullshitparade begonnen, heb ik natuurlijk een meet and greet beloofd. Dit heb ik toen afgeblazen, omdat ik dacht, ik liet het aan jullie over dit te organiseren. Toen hadden we in het Westbroek Park afgesproken met z'n allen, maar toen dacht ik bij mezelf, ja, als dan een keer een paar honderd man in het Westbroek Park opduikt, dan heb je binnen de kortste mogelijke tijd heb je de ME op je dak, dus dan zal je dit... Zal ik dit toch eens moeten gaan organiseren in een soort van setting waar dat soort van als evenement of zo? ja, dit is mogelijk te organiseren, zeker. Ik zie deze zomer niet gebeuren, want ik krijg binnenkort een derde kleine. En ik ben heel erg druk op de zaak. Sowieso en thuis met mijn andere 2 kinderen. Ik heb nog wat ceremonies gepland. En zo'n dag als vandaag, laten we wel wezen, de kinderen en vrouw zijn nu van huis. Maar die dagen die zijn er niet heel veel. Zo. Ik kan moeilijk zeggen, joh, we hebben gewoon een heel druk leven. Allebei werk. Dus ik zie deze zomer niet gebeuren, maar volgende zomer, voorjaar, zomer, gaan we eens even kijken wat er van... terecht kan gaan komen. De meet and greet. Want ik heb het jullie beloofd. En belofte maakt schuld. Eerlijk is eerlijk. Ik zeg voorjaar 2023. En dat lijkt nog ver weg. Maar ja. Voor je het weet zitten we er. Wel onder voorbehoud. Ik werk niet mee aan QR-codes en al die bullshit. Maar goed, dat weten jullie wel. De mensen die me kennen, die, ik ga alleen uit van in vrijheid iets te kunnen organiseren. Mocht dat beperkt worden door machten of krachten, dan kan het niet doorgaan. Maar ik zeg nu, voorjaar 2023, ben ik jullie man. En ik hoor het allemaal wel. En dan ga ik het regelen. Ah, jezus, jongens. Hoeveel moeten we nog? Nog best wel wat. Ik heb trouwens... Ja, het mag geen naam hebben. Ik heb een lekker alcoholvrij biertje in de vriezer gelegd. Dus die was al gekoeld. Maar ik hou hem altijd... Ik hou van extra koud. En dus dan leg ik hem altijd nog 10 à 15 minuten in de vriezer. Dus dan weten jullie dat. Er ligt een biertje in de vriezer. Niet dat jullie denken van... Goh, Waar zit hij met zijn gedachten? Maar dan zit ik dus waarschijnlijk bij dat biertje wat er in de vriezer ligt. Of althans, 0,0 biertje wat er in de vriezer ligt. Dus dat. Oké, Tommy. Hoi, vakantie Vincent, lachenbekje. Hoi, Manuel. Van Bas. Hallo Vincent, ik ben groot fan van je werk. Moet ik weten. Mijn kameraden en ik vroegen ons een aantal dingen af. Namelijk, kom je naar Psyfy in Leeuwarden? En zo ja, welke psychedelica ga je nuttigen? Of wat zou je advies hierover zijn? Een goede vriend heeft het mij gevraagd. Het hangt een beetje vanaf de thuissituatie, want dan is die kleiner dan net. En ja, ik ga
Als er geen ruimte voor is, ga ik mijn vrouw niet alleen laten in die tijd dat we net een nieuwe op aarde hebben gezet. Dus als de mogelijkheid er is, ga ik een dagje naar Psyfy. En wat zou ik hier dan gaan nuttigen? Dan doe ik LSD. Want daar kan ik het beste mee werken. In een party setting. Paddo's zou ik niet doen. Ja, misschien in de nabijen van de paddo's. Maar LSD, ja, daar valt makkelijker mee te werken. Paddo's is sneller medicinaal. Dus ja, als je ervaring hebt met LSD, zou ik dat doen. Maar als je geen ervaring hebt met dat soort dingen, ja. Ja, ik bouw eerst je ervaring op met dat soort middelen voordat je het in een setting gebruikt als een sci-fi. Maar het kan zeker een toegevoegde dimensie zijn op zo'n festival. Wat is jouw mening over research chemicals zoals 1PSD, 4HO, MET? Ja, ik heb er niet zoveel ervaring mee met die. Ik heb wel ervaring met, wat was het? 5-MeO-PCP. Het lijkt heel erg op ketamine, maar het haalt die verwarring een beetje weg. Dat verwarrende wat je in je hoofd hebt, dat haalt het weg. Maar het is wel fucking gevaarlijk. Volgens mij is het nu ook verboden. Het is fucking gevaarlijk waar je ook veel te snel veel te veel van neemt. En ik zou dat soort dingen sowieso nooit aanraden. Al die research chemicals, ja. Gelukkig kan je heel veel onderzoek doen. Aerowit.org. Is een fantastisch platform waar je van alles kan lezen over alle research chemicals en planten die er zijn. Dus mocht je overwegen om een nieuwe substantie in je lichaam te proppen waar je nog geen ervaring mee hebt, doe daar eerst je onderzoek naar. Maar ik ben niet van de. Ja, het heet niet voor niks research chemicals. Dus ja, het is allemaal nog in een experimentele fase. Dus ja, kijk ermee uit, man. Ik zou persoonlijk een keer 5-MeO-DMT willen ervaren. Ja, wie wil dat niet? Huh? Jezus. Welke setting, muziek en omgeving beveelt u hiervoor aan? Niet, want 5-MeO-DMT, a.k.a. het godmolecuul, is ongeveer het kroonjuweel op alle psychedelica die je kan nemen. Het is het krachtigste medicijn op aarde wat wij tot op heden kennen. In welke setting zou ik dat doen? Dat zou ik in een ceremoniële setting doen. De 5-MeO-DMT, daar wordt heel veel mee gewerkt. De Bufo Alvarius pad uit de Sonora woestijn. Die draagt dat bij zich. En ja, waarom heeft die pad dat? Maar goed, lees erover. De Bufo Alvarius 5-MeO-DMT. Godsmolecuul. Wat doe je in zo'n ceremonie? Het gekristalliseerde substantie die pad bij zich heeft, die vape je. En dat medicijn inhaleer je. En dan, afhankelijk van de dosis, maar de heroïsche dosis waar veel over wordt gesproken is ongeveer 70 milligram. Van de Bufo en voor de pure 5-MeO-DMT is het 15 milligram. En wat doet dat? Je lost op. Je sterft een complete ego dood. Dus je gaat eigenlijk dood. Dat is ongeveer wat het doet. En dan ga je terug naar de bron. En die bron is oneindige goddelijke liefdes. Beschrijf het onbeschrijfelijke, dat is niet te beschrijven. Het is een kracht. Het is de bron waar vanuit al het leven is doen ontstaan. Daar ga je terug naartoe. En op het moment dat jij doodsterft, dan alle bullshit die jij met je meedraagt, die laat je ook los. En daarom is het ook het krachtigste medicijn wat je maar kan meemaken in dit leven. En ja, die ervaring die is zo groots. De eerste keer dat ik het goed ervaarde, omschreef ik het als het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt. Het
krachtigste gevoel van liefde wat je ooit hebt ervaren. En het lekkerste orgasme wat je ooit hebt gehad. Maar 1 miljoen, triljoen, biljoen. En dan ben je er nog niet. 5-MeO-DMT, het godmolecuul. Het godmolecuul. Er is geen woord aan gelogen, man. Dus ja, welke setting? Ceremoniële setting. Geen andere setting dan dat. Dus dat. Ik heb het gelukkig. Ja, 7 keer mogen ervaren tot nu toe. Deze zomer komt er een hele speciale bij. Ik ga dan 2 dagen lang heel diep in het medicijn duiken. In allerlei doseringen. Ik zou jullie graag meenemen, maar om het werk te beschermen kan ik dat niet op video vastleggen. Nog niet. Misschien dat ik het ooit eens ga doen. Maar goed, ik zal het jullie nader laten weten wanneer hoe dit voor mij is geweest. Maar goed, ik ga deze zomer dus 2 dagen heel diep het medicijn in. En ja, het is zo'n mooi medicijn. Ongelooflijk. Hey Vincent, hierbij de vraag voor je kweltrip. En is het een kwel... Oh, ik ga even... Blijven mensen van vlees en bloed. Maar ik vind dit zo lekker. Dus een 0.0'tje. Hè? Huh? Heerlijk. Ah, top. Het echte werk is natuurlijk ook niet verkeerd. Maar met alcohol ben ik altijd wel heel erg voorzichtig. Want het is toch bewustzijnsvernauwend. En... het is niet voor niks een soort van legaal. Dus alcohol, de zielenrover, doe je onderzoeken naar en gebruik het echt alleen heel beperkte mate. Maar goed, hierbij een vraag voor je kweltrip. Hoezo is gewicht wij, ons gewicht, ons jij en ik? Wat een vraag, joh. Ik weet niet hoe. Zo is gewicht wij, ons. Tussen aanhalingstekens gewicht, ons, jij en ik. Nou ja. Sorry, man. We gaan verder. Van Koning Carrot Cake. Rozen zijn rood, in de grond ligt je oma. Welk geluid maakt een vers geleegde stoma? Ik lig hier al maanden wakker van. Nou, ik zou zeggen, blijf nog maar even lekker wakker liggen, zou ik zeggen. Dag Vincent, heb jij Sjaak de badeend in je reet gestoken? De groeten. Hallo Vincent, af en toe vind ik het heerlijk om mij met mijn neven... Gaat lekker. Af en toe vind ik het heerlijk om met mijn vrienden mij te wenden tot het psychedelische snoepgoed. Kijk jullie maar uit, jongens. Want Jezus. Nu hebben wij echter niet altijd zin om een mentale reis te maken. En daarom wenden wij ons vaak tot een avondje genot aan de 2CB. Ja. Weer die fucking 2CB. Wat moeten jullie daarmee? Nu vroeg ik me af hoe jij tegenover dit mooie pilletje staat. Ja, ik heb er niet zo veel ervaring mee, man. Ik heb het wel eens gedaan, maar ik heb er niks mee. Daarnaast had ik nog een vraagje over het middel wat wij de komende tijd willen nuttigen, LSD. Ik heb zat ervaring met truffels en vroeg me af hoe groot jij de stap vindt van truffels naar LSD. Nou, eigenlijk, het ligt natuurlijk aan de hoeveelheid LSD die jij tot je gaat nemen. Maar als je zo'n 150 microgram LSD, want dat is gewoon een redelijke trip. LSD die neemt je wat geleidelijker mee. Het bouwt rustig op en dan zit je daar even een uurtje of 8 en dan bouwt het weer rustig af. En paddo's die komen altijd wel wat harder binnen. Dus hoe groot... De stap is zo groot als dat je hem zelf maakt, man. Weet je, doe het veilig, voorzichtig. Zorg dat je goede LSD hebt en niet die N-bommen of weet ik veel wat.
Maar goed, de stap is niet zo groot. LSD, fantastisch. Trek er een dagje vooruit. Begin 's ochtends vroeg. Dat vind ik altijd fijner. Want dan kan je gewoon nog slapen. Het werkt ongeveer een uurtje of 10. Uitloop naar 12. In de nacht kan ook heel mooi zijn. Ja, het ligt er maar net aan wat je wil. In de nacht zijn de visuals wat intenser. Maar goed, ik doe het altijd liever gewoon overdag. En dan met allerlei lekkernijen erbij. Fruit, lekkere groentes. Hier naar een biertje, weet ik veel wat. Van als een 0.0'tje of weet ik veel wat. Dat kan allemaal met die heerlijke LSD. Oh, met alcohol en LSD. Beter gewoon niet, als je echt een zuivere LSD-ervaring wil hebben natuurlijk. Maar mocht je alcohol willen gaan drinken, doe het een beetje op het eind. Want het vlakt het wel een beetje af. Dus als je ergens midden in je trip gaat zitten zuipen, ja, dat werkt bewustzijnsvernauwend. Dus ja, het vlakt je tripje een beetje af. En dat is zonde. Dat was een mooie ervaring. Maar goed. Ik hoor je antwoord graag terug in de vraag vakantie Vincent. Hallo. Ik besef me net dat ik gewoon eigenlijk gewoon niet echt onwijs bij stil aan het staan ben of zo. Ik loop er als Mogol weer vragen te beantwoorden. Maar goed, het mag ook weer allemaal niet te lang duren of zo. Want het duurt allemaal best wel lang. Althans, voor zover tijd en een dingetje is natuurlijk. Maar goed. Van Manuel. Hey, jou heb ik net toch ook gezien. Ah. Zou je het ooit leuk vinden om midgets te neuken en goed afbaffen zonder schoon te maken? Groetjes van Manuel. Moor Sanchez. Zou ik het leuk vinden om een midget te neuken? Ja, het ligt een beetje aan de midget in kwestie, denk ik. Of er een vibe is tussen mij en de midget. Of ze een beetje lekker is. Of het een lekkere midget is. Weet je wel. Maar aan de andere kant, ja. Hoeft dat niet altijd uit te maken, weet je. Je kan dan wel zeggen van, joh, ik heb laatst een midget geneukt of zo. Weet je wel. En ja, dat kan je dan. Als je met je matties aan het hangen bent en er komt een dwerg voorbij, dat je dan soort van zit van, hey jongens, zien jullie die dwerg daar? En iedereen van, ja, die heb ik mooi geneukt. Kan je dan zeggen, weet je wel. Maar ja, of dat dan iets is om trots op te zijn of zo, dat ligt ook weer aan de midget in kwestie. Als het een hele lekkere midget is. Maar ja, je kan, ja. Zou je ooit een dwerg willen neuken? Dat is aan jou, man. Of je dat wil ervaren, weet je. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht, eigenlijk. Ik kan me wel voorstellen dat je dan, net als bij een soort van Linda de Mol of zo, weet je wel. Daar zit je ook niet echt op te wachten om dat te gaan neuken, denk ik. Maar ja, als je dat dan voorbij ziet, de hup, ze op tv, dan kan je wel zeggen tegen je vrienden van, ja, ik heb geneukt. Maar ja, wil je dat echt neuken? Ik weet het niet, man. Als je in een soort van oppervlakkige 3D-bubbel zit. Misschien of zo, weet ik veel. Maar ja, wil jij een geboot, weet ik veel. Nee. Terwijl ik vroeger vond Linda de Mol wel een leuk wijf. Maar nee. Ik weet niet. Hoe dom kan je het krijgen? Oh, nee, dat mag ik niet zeggen. Maar goed. Dus zou ik een midget willen neuken? Ja, ik weet het niet, man. Maar ja, een midget is dan ook weer niet Linda de Mol, weet je? Linda de Mol is best wel, ik denk dat ze 1,70 meter is of zo, Linda de Mol. Ik weet het niet. Ja, als je alles gezellig en leuk, als leuk en gezellig ervaart, weet ik veel. Ja, misschien wil ik wel een keer een midget neuken. Ik weet het niet. Maar ja. En goed afbaffen. Ja, dat is aan jezelf, man. Ik kan er niet zoveel mee. Hoe, ja.
Oh, nou, we schieten lekker op. Dit is de laatste. Als je wordt gereïncarneerd als naaldboom, wat zou er door je kop heen gaan? Nou, ja, dan zou ik misschien bij mezelf denken, goh, ik ben een naaldboom. Kijk mij hier eens even staan. Zijn er meer deuren of wielen? Dat weet ik veel. Hoe is het met de MMC? Nou, en jongens, ongelooflijk. Hoe is het met de MMC? Nou, dat is gewoon prima. Ik heb hier... Ja, jullie zien het goed. Dit is eigenlijk mijn eerste merch object ever. En voor de mensen die het weten, die weten dat. Maar kijk, dit is een fantastisch shirt. Long sleeve, moet ik zeggen. Dit is mijn eigen long sleeve. Maar ik draag hem niet. Dus ja, wat ga ik doen? Hier, op de achterkant. We don't care about your system. We don't care about your schools. We don't care about your money and your motherfucking rules. But we love our spirit father and our mother earth as well. As our brothers and our sisters. So you can go and fuck yourself. Nou. Dat is een mooi shirt. Denk ik zo. Er zijn er volgens mij ooit 8 van gemaakt. En er zijn er 7 de wereld ingestuurd. Maar deze laatste die is bij mij. Wat ga ik doen? Ik ga een Willy Wonkaartje doen, man. Jullie zijn de eerste die het weten. Dus... succes daarmee. Ik heb nog een aantal van deze rakkers liggen. Ook niet mis, deze creatie. Sjaki op de voorkant. Sjaak van der Ham. Kwakkerfakkers. Staat er op de achterkant. Ik ga een Willy Wonkaatje doen. Dus ja, van alle shirts, van alle hoodies die er worden besteld... bij een van de gelukkigen die in de komende tijd die geweldige hoodie bij mij bestelt, slip ik deze ertussen. En wie dat dan is? Ja, dat kan ik niet zeggen, want het is een Willy Wonkaartje, motherfuckers. Dus dat. Dus succes met het bestellen van mijn geweldige merch. En wie weet... Ja, is deze longsleeve... Ben jij wel de gelukkige... die deze longsleeve in jouw bestelling vindt. Wat een cool idee. En het heet niet voor niks een Willy Wonkaatje. Jongens, we zijn aan het einde gekomen. Ja, zo, en nu ga ik mezelf belonen. Ik blijf nog even hangen. Ja, jongens. Bedankt voor al jullie vragen. Ik hoop dat we nog eens een mooi vervolg aan kunnen breien. In de toekomst. En dat zal het zeker wel gebeuren. Want ik vond het wel weer heel erg leuk. Om dit te mogen doen. Het is wel intens. En zeker. Met de enige middelen. Die ik had tot mij genomen vandaag. Maar. Ik heb het er goed vanaf gebracht. Dacht ik zo. Dus ja, jongens, dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor deze ervaring. En dat we maar in liefde en in eerbaarheid en met respect naar het leven mogen leven. En dat we onze liefde en mooie giften en gaven die we hebben gekregen... maar mogen meegeven aan dit leven. En leef je leven alsof het je laatste dag is. Elke motherfucking dag. Maar wel met respect naar het leven. En ja. Proost, motherfuckers. Laat ik met deze woorden afsluiten. Op het leven. Aho.